Hallo allemaal, daar zijn we weer. En dit keer, jullie hebben er even op moeten wachten, maar er komt dus vanaf nu, een nieuwe epoxy video. En wat gaan we dit keer maken? We gaan een klok maken. Zoals je ziet heb ik hier al dat een beetje ingekleurd. Niet met epoxy, maar met oogschaduw. Want ook daar kan het mee. Let niet op hoe het eruit ziet, want mijn dochter lief, die pakt wel eens mijn make-up. En kijk, die doet er dan vervolgens dit mee. Dus wat ik ga doen... Ik wil namelijk de cijfertjes van de klok wil ik zwart hebben. En de rest, dat zien jullie zo meteen wat ik ermee ga doen. Dus wat ik nu ga doen, is dit. Ik zal even de camera even draaien. Zo. Ik heb een beetje oogschaduw. En dat gaan we gewoon even lekker zo hierin doen. Want, waarom doe ik dat? En ik hoop dat het uiteindelijk gewoon goed gaat. Ik heb namelijk geen zin om het met epoxy te doen. Want dan moet ik het weer eerst laten uitharden voordat ik verder kan. Charlie wil natuurlijk gelijk verder gaan. Dus wat ik doe dat eerst even lekker zo. Dan kan ik het daarna nog eventjes met een doekje erlangs om het schoon te maken. Zo. Ik weet niet of dit wel helemaal goed gaat werken zo. Maar goed, ik moet het straks nog allemaal even schoonmaken. Dus hopelijk komt het wel goed. Ik ga dit eventjes allemaal even doen. Want anders duurt de video natuurlijk wel heel lang. Dus ik ga dit eventjes allemaal met het oogschaduw eventjes inkleuren en doen. En dan kom ik zo meteen terug als ik dit weer helemaal gedaan heb. Dus tot zo. Nou, ik heb nu alle... cijfertjes ingekleurd en dan ga ik alleen nog eventjes kijken of ik dit op een handige manier. Ik had het beter met een billendoekje kunnen doen, maar die heb ik helaas niet in huis. Dus ik ga dit even netjes schoonpoetsen. Ik ga denk ik even een ander doekje pakken. Want ik moet natuurlijk wel zorgen dat al het zwart daarnaast, net als wat je hier hebt, zeg maar, dat dat allemaal weg is. Want dat geeft natuurlijk allemaal vlekken straks als je de klok uiteindelijk, als die klaar is. Dus ik ga dit even wegpoetsen allemaal. En dan ben ik zo meteen weer terug. En dan gaan we kijken welke kleur wij gaan gebruiken om uiteindelijk de klok in elkaar te zetten, jongens. En uiteindelijk wil ik hem dan straks daar aan de muur erbij hebben. Dus ik ben benieuwd. Dit is trouwens, ik zal het even laten zien. Ik heb het even iets anders ingedeeld weer. Mijn knutselhokje, inclusief washokje... Die tas heb ik ook al een keer gemaakt. De etagère die er staat. De onderzettertjes die er staan. De oorbellen. Dus jongens. En nou gaan we voor die. En de video voor hiernaar. Dat wordt... Ik heb Alice in Wonderland al even ingezet. Maar de volgende video van epoxy. Dat wordt een zeepompje. Dus mocht je niks willen missen. Zorg dan dat je geabonneerd bent. En dat is gratis op ons kanaal. Ja jongens. Kijk, op TikTok kan je ook abonneren, maar dat kost geld. Dat kost 7 euro per maand. Maar hier op YouTube kan je gewoon gratis abonneren. Dus het zou leuk zijn als jullie dat doen. En als je dat doet en er komt een nieuwe video online, ben jij namelijk de eerste die op de hoogte wordt gebracht dat er een nieuwe video online is. Dus jongens, ik ga even aan de poets. En ik zie je zo weer. Zo, hallo. Nou, zoals je kan zien heb ik hem netjes schoongemaakt. Zodat echt alleen de cijfers met zwart zijn. Nou heb ik hiervan natuurlijk niet heel veel nodig. Dus ik ga de 1-op-1 epoxy gebruiken. Dus dat is als je 25 gram doet, dan moet je van de andere ook 25 gram doen. Zo logisch is dat. Dus ik ga eens even kijken. Ik ga tot 1/4. Of tenminste minder zelfs nog. Want even de dopjes eraf halen. Dat is 1. En wat ik ga doen, is ik ga het, hier wat in doen met roze en glitters. En in die andere ga ik witte poeder doen. En dan ga ik hier, en dan misschien dat ik er nog iets erdoorheen ga gooien van een glittertje. Maar goed, ik ga dit eerst even doen. Even kijken. Zo. En dan deze. Zo.
Dat ga ik dan even goed roeren. Wie staat? Ik werd namelijk aan de deur gebeld. Oh, leuk hè, de kindervakantie jongens. Echt heel fijn. Maar goed, wat we nu dus gaan doen. Ik denk eigenlijk al dat dit te veel is voor de mal. Maar goed, ik ga het gewoon uitproberen. Deze ga ik hetzelfde doen. En wat ik overhoud, kan ik altijd nog iets anders van maken. Jongens, ik heb dat er gaat goed genoeg malletjes. Dus deze doe ik ook even. Oh, dat is al bijna te veel. En deze. Je moet echt zorgen dat je al van alles echt precies exact doet. Want anders dan kan je het vergeten. Dan gaat het niet goed. Of hij hard niet goed uit. Of hij blijft zacht. Oké, dan gaan we deze twee eventjes roeren. Niet met een lepel, maar met een spatel. Dat moet je zeker minimaal iets van... Ja, nou, 3 minuten is wel heel veel. Dit is natuurlijk een klein beetje, dus dat hoeft niet 3 minuten te roeren. Maar als je echt zo'n hele volle bak hebt, dan zou ik het wel adviseren om het te doen. Zo. Nou, wat ik hier alvast kan doen is dat roze een beetje bijgooien. Dat gaan we dus ook gelijk even doen. Dat is iets te veel jongens, maar dat geeft niet. Daar wordt hij lekker roze van. Oh, nou wordt hij wel heel donkerroze. Maar dat geeft niet. Dan kan ik altijd nog, kijk, dat is het voordeel dat je nog van dit soort dingen hebt. Dan gooi je nog een beetje van die erdoorheen. Hallo, kom, 1, 2, 6. Zo, want wit, ja, dan maakt het weer wat licht roze, hè? Roze curry-poetiker. Kijk. Zo. Ga ik hierdoor de glitters doen of niet? Twijfel. Ik ga het in ieder geval hier. Zo, en dan pakken we die. De vlokjes, die kan je ook allemaal bij It's Okay stellen en halen. Ik zal ook onder de video alles, waar dit allemaal vandaan komt, zal ik onder de video in de beschrijving zetten. Zo. Nou, ik denk dat dat wel genoeg is. En zo niet, dan kan je er altijd nog een beetje bij doen. Het is wel een heel leuk spul. Het blijft overal aan plakken. Kijk, waar is de dop? Die dop doen we er weer eventjes gauw op. Dan pakken we deze. En dan gaan we die weer. Zorg dat als je de folies erin doet, dat je het goed uit elkaar haalt. Anders krijg je van die dikke proppen. En dan gaat uiteindelijk ook niet mooi eruit zien. Ik weet niet of je nog eens van handig gaan maken. En nu is het de moment of truth. Yes, 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 yes. Very good, very nice. Even kijken, waar ga ik de buitenste randjes doen? Ik ga gewoon vanaf het midden beginnen, denk ik. Ga ik er nog wat doorheen gooien? Ik vind het zo saai. Ik ga gewoon, denk ik, hier ook. Zal ik hier ook de glitters doorheen doen? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Kijk, heb je ook nog... Paarse glittertjes. Ik heb namelijk ook nog wat paarse folie. Het is niet heel veel, dus gooi alles erin. Zo. Gaan we even roeren. Ja, van die glitters zie je dus niet heel veel. Daar was ik al bang voor. Maar dat geeft niet. Je weet het, hè? Zwaar houdt wel glitters. Oké, jongens, daar gaan we.
Eens even kijken. Ik ga eerst even kijken of jullie het goed kunnen zien. Zo. Wat je dan altijd nog even kan doen. Dat heb ik jullie ook wel eens vaker laten zien. Dat is ook best leuk. Ik pak even deze. Dan trek je bewijs van gewoon lijntjes erdoorheen. Zo. Kijk, stel ik wil hier nou wat meer wit hebben. Dan doe ik daar wat meer met. Kijk, want ik vind het hier dan te rozig. Dus dat ga ik dan even daarheen doen. Zo. Ik denk dat ik het zo ga laten. Hier nog een paar druppeltjes wit erdoor. Zo. Hier kan je het beter zo brengen hoe je het zelf wil. Zie je, net als hier zat er net te veel. Nou, ik trek je het even een beetje daarheen. Zo. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Of het er überhaupt uit gaat zien. Dan gaan we deze gebruiken. Want we willen natuurlijk niet dat er... Even kijken of ik hem goed op de... rand gevuld. Ik ga hem toch nog een klein beetje vullen, want er zit toch nog een klein beetje dat ik denk, oh, hier kan nog wel een beetje bij. Zo. Ja. Nou, ik had niet echt een patroontje wat ik daarmee ging doen, maar goed, dat maakt niet uit. Wat we nu gaan doen is deze. Dat zorgt ervoor dat je alle luchtbelletjes uit je werk haalt. Je wil natuurlijk niet dat het straks helemaal met allemaal bobbeltjes overal zit. Dus dan ga je even met deze eroverheen. Je ziet mij trouwens nu zonder masker en alles werken. Ja, ik heb niks aan mijn handen, maar dat komt omdat ik gewoon twee bakjes heb en verder niks meer hoef te bewerken. Maar jongens, en mijn advies, doe altijd handschoenen aan. En desnoods een mondmasker en zet een raam open ter ventilatie, want het is best wel giftig spul. Ik ga nog één keer even eroverheen om te kijken of ik inderdaad alles goed heb gehad. Zo, nou dat heb ik dus. Maar ik heb nog een klein beetje over. Wat gaan we daarmee doen? Zal ik eens even kijken wat we nog meer in de aanbieding hebben. Ik ga in ieder geval dit doen. Nog wat boekenleggers voor degene die het leuk vinden. Ik wou net zeggen, zodat ik nou precies dat bekertje weer lekker zo ervoor dat... Zo, dat zit allemaal oké.
Zo. Oh, maar herrie buiten, zeg. Oké, nu heb ik nog een klein beetje over. En dan ga ik wel eventjes een onderzettertje voor dochter lief maken. Dan moet ik alleen even kijken waar die onderzetters ineens gebleven zijn. Oh ja. Wat ik even ga doen is dit even aan de kant. Heb ik hier nog genoeg voor? Dit is niet genoeg voor een onderzet hoor, schat. Dat gaat je niet lukken. Oké, dit laten we even staan. Dan doen we gewoon zo eentje. Wel even op het malletje alsjeblieft, schat. Ja, dank u wel. Doe ik eerst de buitenkant. Zo. Dan doe ik weer een laag van de binnenkant. Dat is niet genoeg epoxy hoor, ik zie het nu al. Kom. Kijk. Char natuurlijk niet. Als Char die geeft niet zo snel op, hè. Gaan we even alle epoxy bij elkaar schrapen. Ja, en dan nog druisjes van deze. Maar... Nou, deze zit niet helemaal tot de rand toe gevuld. Dus die zal waarschijnlijk ook niet heel mooi worden. Maar ik ga niet voor dat kleine beetje nog meer epoxy aanmaken. Want dan zal je net zien, dan hou ik weer wat over zometeen. Ik ga hier nog gewoon even de kleine restjes nog eruit halen. Kom. Zo, is gewoon even een uitprobeerseltje. Gewoon puur omdat ik anders niet weet wat ik met die epoxy even aan moet. Zo, dus dit laten we nu drogen. Ik ben echt heel benieuwd hoe die klok gaat worden. Als dit nou weer loopt een hele strip in. Oh, dat is op zich wel heel gaaf. Dit ga ik eventjes zo neerleggen. Die gaat even hier en die gaat hier. En dan ben ik straks weer terug, want dit duurt eventjes 24 tot 48 uur voordat dit uitgehard is. Dus na die tijd kom ik terug en dan ga ik verder met de video. Dus let op hè, 1, 2. Dan is die ineens klaar. Bam! En daar zijn we weer, de volgende dag. Jawel, hij is uitgehard jongens. Ik ga hem uit de mal halen. Dat is wel heel leuk. Maar ik zie dat ik hier en daar nog wat dingetjes moet aantippen. Omdat het zwart niet helemaal heeft gepakt. Dus wat ga ik doen? Ik pak mijn markerstift erbij. En ik ga nog eventjes de cijfertjes even goed zwart maken. Zo. Ta-ta-ta-ta-ta. En wat we nu gaan doen is het mechanisme erop zetten. Ik heb niet gekeken hoe het moet. Maar ik heb wel een klein vermoeden. Dus ik ga deze zo erop doen. Dan denk ik dat dit ringetje... Kijk, ik heb allemaal... Ik zal even laten zien wat ik hier allemaal heb liggen. Voor het
geval dat, dan kan je gelijk meekijken. Dit is wat ik hier nu momenteel heb liggen. Kijk, zie je een klein wijzertje, iets groter, secondenwijzertje en dan nog drie van deze dingen. Nou, ik denk, ik laat hem even zo staan, dan kunnen jullie het beter zien. Het mechanisme zit op de achterkant. Dan denk ik dat deze, nee, eerst deze eromheen moet, de grote gouden. Dan de kleine gouden, want die moet je uiteindelijk aandraaien, zodat je hem vastmaakt. Even kijken of hij goed vast zit. Dan kun je uiteraard altijd nog eventjes met een dingetje even extra goed vastzetten. Zo. Dan gaat denk ik de grote erop als ik het zo zie. Ja. Dan de kleine. Oh nee, Charlie doet het fout. Even terug, eraf. Eerst de zwarte, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Want anders zie je dat gouden natuurlijk. En dat is natuurlijk niet echt een porum. Dan het grote wijzertje. Dan moet hij alleen wel blijven zitten, anders vind ik het niet zo leuk. Of zou dat misschien... Nee, ik doe het gewoon zo. Ik denk dat het zo moet, jongens. En anders kan ik het altijd nog even nakijken. Eerst die grote Char. Zo. Dat is één. Dan die andere. Let niet op mijn nagel. Mijn jellic is gisteren gecrashed. Dat ga ik zo meteen ook nog even opnieuw doen. Ja, blijf je zitten. En dan het secondenwijzertje. En als het goed is, dit zit niet naar mijn zin. Ik denk eigenlijk dat dat, ik weet het niet, jongens. Nou, ik heb hem in ieder geval nu zo. Ik ga toch nog even, hallo, wacht even. Ik ga toch nog even voor de zekerheid van jullie nakijken. Of die überhaupt wel zo goed zit. Ik denk zelf eigenlijk van niet. Want anders zit dat dingetje natuurlijk hier niet los. Nou jongens, ik heb hem toch even weer losgehaald. Ik heb nu het zwarte gedeelte als eerste gedaan. Daarna heb ik dat gouden ringetje gedaan. En daarna dat, ja, hoe noem je dat, een soort... moertje wat je erop moet draaien. Dus nu is het zo. En dan is het eigenlijk een kwestie van de wijzertjes erop draaien. Ik zal alleen nog even hier even wat aandraaien. Ik wil natuurlijk wel dat hij stevig zit. Dus. Dan heb je hier ook nog wijzertjes. Je ziet dat het ene gaatje groter is dan de andere. Dus we pakken eerst de grootste. Die leggen we erop. Een beetje duwen en trekwerk. Zo, dan gaat de volgende erop. Ja, die zit als het goed is ook vast nu. En dan als laatste de seconde wijzer. Die gaat die zo. Dus, die gaan we er ook op zetten. En wat ik dan ga doen is eventjes een batterij pakken, want zonder batterij doet dit niet, hè? Nee. Maar eerlijk is eerlijk, ik vind het alleen jammer dat het goudkleurig is. Ik had liever zilverkleurig gehad, omdat er ook natuurlijk zilver in het klokje loopt. Maar goed, dat is niet echt super storend, vind ik. Ik vind hem leuk goed gelukt. Leuk gelukt ook, inderdaad. Dus be right back. Ik ga eventjes een batterie pakken. Even een batterietje pakken. Nou, batterietjes gevonden. Ik heb hem even uit een andere klok gehaald. Dus dan ga ik wel even kijken of hij nou doet. Hallo? Oh, dat zit dus blijkbaar nog niet goed. Hallo. Waarom doet hij het niet? Hij moet het gewoon doen. Ik denk dat ik hem gewoon verkeerd vast heb gemaakt. Ik ga het toch nog even... Jongens, de reden dat dit niet deed is, was omdat Char had het batterijtje verkeerd om. Maar kijk jongens.
Hij doet het! Hij doet het! Hij doet het! Hij doet het! Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze vinden. En ik heb jullie uiteraard beloofd dat als deze klaar was, dat ik dan uiteindelijk ga beginnen aan het zeepompje. Dus ik zou zeggen, zorg dat je geabonneerd bent als je niks wil missen op ons kanaal. En op de hoogte wil blijven van alle nieuwe video's. We hebben natuurlijk niet alleen knutselvideo's, maar ook uitjes waar we heen gaan en al dat soort dingen in de zomer. Dus mocht je het leuk vinden, druk even op abonneren. Het is gewoon gratis, kost niks, dus je wordt er ook niet arm van. Maar je maakt ons wel altijd een beetje blijer ervan. Nou jongens, hoe ik hem ga ophangen weet ik nog niet. Ik denk dat ik zo'n plaksysteempje ga kopen wat ik hier kan opplakken. En dan uiteindelijk een spijkertje in de muur. En dan vervolgens ga ik hem dan daar erbij hangen. Als het lukt. Dus. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Oh, ik vind hem zo leuk, jongens. Maar stiekem ga ik denk ik nog eentje maken. En dat wordt waarschijnlijk een beachklok. Laat even weten in de comments of jullie willen of ik een beachklok ga maken, jongens. Met zand en schelpjes en al dat soort dingen. Dus ik ben helemaal blij. Helemaal leuk. Nou, nog eventjes de tijd goed zetten, dan is het helemaal perfect. Lieve schatjes, ik wens jullie bij deze een hele fijne dag toe op z'n Haags. En wij spreken elkaar later. Ciao!